Een leeg trainingsveld vanmiddag bij FC Groningen. Geen speler te bekennen. Om 11:30 zou de training beginnen, maar pas tegen 13:00 worden de eerste paarse trainingspakken gesignaleerd. Crisisberaad na de grote 4-1 nederlaag gisteren tegen Heracles Almelo. Ja, de ene keer duurt het wat langer dan de andere keer. Vandaag was wel zo'n moment dat het even wat langer duurde dan normaal. Ja, klopt. Het nabespreken ging op het veld nog even door. Huistra stond nog een geruime tijd te praten met Andreas Granqvist. Ik praat met iedereen, niet alleen met Granqvist. Het is belangrijk nu ook gewoon de kop weer dezelfde kant op te krijgen. En, ja, dat hoort bij onze werkwijze en daar gaan we ook rustig mee door. Je moet praten met elkaar en over dingen. En, ja. Ik denk dat ik en de trainer op dezelfde dingen en weten wat we moeten doen. Granqvist had vandaag een baaldag. Hij raakte geen bal aan, maar praatte met verscheidene mensen. Natuurlijk moet de penalty inschieten en dan was het 2-0 gisteren en dan is de wedstrijd over. So. Ja, dat was niet goed. Ja, denk je dat ook echt, dan was de wedstrijd ook echt anders geweest? Ja, ik denk dat we heeft 1-0 en we hebben 3 of 4 grote kansen. Na de penalty ook. En, ja, natuurlijk moeten we de doel maken, maar ik denk na heeft de penalties ingeschiet is het 2-0 en dan denk ik een makkelijke wedstrijd. Hij kon gisteren de wedstrijd in het slot gooien als hij de penalty niet had gemist. En daar is hij zich bewust van. Het wordt niet makkelijk voor FC Groningen om Europees voetbal veilig te stellen. Met nog 8 wedstrijden te gaan, moeten er nog 5 daarvan uit worden gespeeld. Beginnend vrijdagavond in de Galgenwaard tegen FC Utrecht. Dat is traditioneel niet een hele makkelijke wedstrijd. Maar ja, wel een wedstrijd waar we nu extra vastberaden en goed in zullen moeten spelen. En mocht de bal vrijdagavond weer op de strafschopstip gaan, is het dan de stoere Zweed die achter de bal gaat staan? Op het moment denk ik niet. Ik denk dat is voor Niklas of Tim Matavz. Ja, laat het even over aan iemand anders, denk ik het wel.